Ik ben Egbertine de Groot, ik ben 23 jaar oud en ik ben nu derdejaars student bedrijfskunde en agribusiness. Ik heb deze opleiding gekozen omdat ik in Amerika woonde. Ik ben daar geëmigreerd met mijn ouders in 2002. En ik hoop na deze opleiding daar ook te kunnen gaan werken en dan part-time erbij werken op agrarisch accountancygebied. Ik hoorde van mijn oude buurjongen dat deze school heel gezellig was en ik wilde wel iets graag met agrarisch business doen. Dus toen ben ik de meeloopdag meegelopen en toen voelde ik hier de sfeer dat het zo gezellig was en iedereen was gewoon zichzelf. En dat trok mij heel erg aan, dus toen heb ik besloten om hier naar school te gaan. Vooral dat de studenten allemaal gewoon heel gemoedelijk waren. Ze zeiden allemaal gewoon gedacht. Het was niet zo van, je bent maar een meeloper of je bent maar een eerstejaars. Iedereen is gewoon gelijk hier en het was gewoon heel gezellig. Mijn opleiding bedrijfskunde agribusiness houdt in dat je opgeleid wordt voor een heel breed perspectief. Het is een bedrijfskundige opleiding met een variant agribusiness erin. Dus je leert gewoon bedrijfskundige dingen zoals adviseur worden, accountant kan je worden, je kan makelaar worden. En dan worden dus agrarische voorbeelden ook gebruikt in de lessen, zodat je het meer aanspreekt, zodat je het mee beter oppakt en goed kan onthouden. Een achtergrond in het boerenleven is niet noodzakelijk, maar het helpt wel mee. Het eerste jaar heb ik heel goed beleefd, toen woon ik op de campus en leer je heel veel mensen kennen. Je eet met z'n allen in de Mensa, het is gewoon heel gezellig. Het tweede jaar heb ik op de schoolboerderij gewoond, heb ik de CVB-bestuur gedaan, was ik voorzitter. Ook dat was heel gezellig, maar wel heel anders, want je hebt meer verantwoordelijkheden, je hebt verplichtingen. Maar op school was het gewoon altijd even gezellig en je kon altijd wel naar de bar, je moest alleen 's ochtends tot eerder je bed uit. En nu het derde jaar woon ik dan in een studentenhuis op dorp. En dat is ook erg gezellig. Gewoon met 5 mensen zelf koken en zelf boodschappen doen en alles regelen. Echt studentenleven. Ik ben zeker veranderd sinds ik op de CH op school zit. Je leert hier ook heel veel technieken van presenteren. Je leert hoe je duidelijk voor de groep mensen moet praten. Ik was voordat ik op de CH kwam erg verlegen, vond ik zelf. Niet heel erg verlegen, maar wel meer verlegen dan nu. Ik vind het nog steeds wel moeilijk om voor een hele groep mensen te praten. Maar het gaat steeds makkelijker. Je leert oogcontact te maken met mensen. Je leert hoe je moet praten. En door de gezelligheid hier merk ik ook echt dat gewoon iedereen gelijk is. En dat er geen rangorde hoeft te zijn of dat andere mensen belangrijker zijn dan de ander. Dat iedereen is gewoon gelijk op deze wereld. En dat heb ik hier wel heel erg gemerkt. Dat is erg leuk.